Ik zie Romy lekker springen op de trampoline. En dat ga ik natuurlijk ook doen. Want... Ja, Romy. Oh. Probeer eens een salto. Yo! Oh! Ik vind het wel leuk, een salto en zo. Ja. Maar het liefst wil ik eigenlijk gewoon zo hoog mogelijk. Nou, ik zou zeggen, probeer even zo hoog mogelijk hierop te springen dan. Yo! Wow, misschien kun jij mij nog vinden. Ja, 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 dat ga ik doen. Die double bounce dat ik jou zo afvuur, is leuk, maar misschien kunnen we wel iets regelen dat we nog hoger kunnen, zonder dat we met z'n tweeën erin gaan. Ja, er zitten natuurlijk veren in de trampoline, maar wat nou als we die veren langer maken, met meer veren? Misschien kunnen we dan hoger, omdat die veren dan mee bewegen. Pakken we deze kleine trampoline en dan maken we die daar aan vast. En dan kunnen we gewoon nog hoger springen. Doen? Ja. We gaan nu eventjes doorknallen. We gaan al die veren eraf halen. En dan gaan we grote veren erop zetten. Zojuist zagen jullie een trampoline. En nu een leeg gat. En Romy. En de veren. Dan gaan we de kleine uit elkaar halen. We hebben hier natuurlijk allemaal veren liggen. Als we al deze kleine veertjes aan elkaar maken... Nu heb je een hele grote veer. Nice. Ja. Nou, gewoon echt 1 centimeter niet. Ja, maar we gaan samen doen. Met 4 handen kan dit heel makkelijk. Hoe meer veren erop zitten, hoe strakker die dingen gaan worden. En dat is alleen maar goed, want dan kunnen wij hoger vliegen. Nee, vrouw, ja, dat gaat hij. Oh, nee! Rug gelijk. Oh, gaat het? Ja, maar ik ging wel gelijk met mijn rug op de grond. Dus deze zijn wel belangrijk om er nog aan toe te voegen. Kom op, Def! Lekker! Eén, drie, hij is klaar. We kunnen gaan springen. We kunnen gaan springen. Wil jij hem als eerst testen? Zo. Wow. Romy in het spinnenweb. Oh. Ja. Zo. Maar... Ja? Wacht. Ah. Oh nee, ik kom op de vloer. Kijk maar, dit is één. Bam, zie je? Maar ik heb er wel een idee voor, Def. Vertel. We kunnen de trampoline gewoon verhogen met blokken eronder. Let's go. Nu staat hij goed, hè? Dit ziet er echt heel ziek uit. En het ziet er ook heel sketchy uit. Nee. Oh, zo! Ja. Ja, dit bounce echt heel goed. Nu kan ik achterover. Voilà! Ja! Kijk voor je knie. Nee! Ja, Devin! Ja, hoor! Nee, joh! Oh, 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 oh. Ik schrok me echt dood. Ga jij hem testen? Kijk echt uit. Ja, ik ga uitkijken. Misschien niet te gek doen bij deze dan. Oh nee, Devin, ik schrok. Zo. Ah! Romy. Devin. Ik weet het niet. Kan je hoger springen met langere veren? Antwoord is nee, want het is onveilig. Zullen wij nog eens samen springen? Dat hebben we nog niet gedaan. Als je durft. We zeggen net dat het onveilig is en dan gaan we natuurlijk samen springen. Kom. Ja toch? Kom, springen. Daar gaan we, Def. Ja. Nou, ik durf wel te staan. Ja, jij? Ga jij staan? Nou, dit is ook wel heel leuk trouwens. Ja, dat is trouwens. Ook wel leuk, ja. Ik ga staan. Ja, ja, okay, misschien een beetje elkaar vasthouden. Ja, oké, laten we stil nu staan. Oh, ja. Nee, daar gaan we. Volgende gaan we springen, ja? Ik sprong wel op. Hey, dat is wel groot. We springen. Oké. Ik vind het wel genoeg geweest zo. Oh. Staan we nou stil? Sta stil. Nee! Het kan voorkomen dat jij in een achtbaan zit en dat je net een looping pakt en je opeens midden op de baan stilstaat. Wat gaan we dan? Stel je voor dat je nou echt lijpe trek krijgt. Je hebt gewoon zin in een milkshake of je wil wat eten. Chips, patat. Precies, je moet toch wachten. Dan kan je maar beter iets gaan eten. Precies, maar kan dat ook echt? Ik heb dus een lekker patatje voor ons.
Dus dat gaan we even testen. 3, 2, 1. Hey. Yo. Lekker zeg. Zeker, nice. Proost. Maar dit gaan we gewoon proberen. Ja. Heerlijk. Ja, ik zeg het eerlijk, hè. Ik kan niet zo goed flikken. Maar ik zeg je eerlijk, Marty. Dit is best wel lastig. Ik hou het niet zo lang vol, hè. Het is wel te doen. Ja, maar heb jij ook een beetje dat, zeg maar, het speeksel is uit je mond komt? Of zo? Ja, maar ik denk dat heel veel dingen dat uit mijn ook mayo uit mijn mond en patat en pindasaus. Een patatje in de achtbaan. Dat kan gewoon. Maar wat als we iets nemen wat je niet per se hoeft te slikken? Dat is toch goed idee? Een ijsje. Let's go voor een ijsje. Oh, lekker. Dat is wel lekker, maar ik moet ook alsnog een beetje slikken, want anders valt het gewoon uit je mond. Want kijk, anders krijg je dit. Als we het niet zouden... Je spuugt in mijn gezicht. We hoeven niet per se te slikken. Dit is niet slikken. Dit is echt niet chill. Ik zeg je eerlijk. Ik ben gewoon gefrist, omdat ik... Oh, het allemaal komt naar boven. Ik moet een scheetje laten. Je gaat niet als we ondersteboven in een achtbaan hangen. Met een ijsje en scheet laten. Ik voel echt van alles. Ik heb een snot volgens mij. Dit is echt niet chill. En ik kom op televisie. Hé, maar kan je ook dat ijsje daadwerkelijk echt ondersteboven eten? Nee, probeer het. Moet ik even... Oh man, dat kan ik niet. Hey, eerlijk, dit gaat gewoon goed. Ja, ik heb er iets meer moeite mee, maar het kan wel. Het kan zeker. Zeker. Maar ik vind het nu wel mooi geweest. Ik vind het ook wel top. Ik zeg, ik word eruit. Ik zeg het ook. Conclusie. Kan je ondersteboven in de achtbaan, als je vast zit in de looping, eten? Yes, ja. Dat kan zeker. Dat kan. Absoluut. Dus kom op. Ja, dat is goed. What's next? Hey, Kachuli. Hey, meid. Kom maar. Even de dode puntjes eraf knippen. Ja, echt heel leuk. Ik vind het hier heel goed staan. Hey, wat? Moet weer geoverd zijn. We hebben een ventilator, want die heb je aan als het warm is. Als het heet is, overdag of 's nachts. Ja, en dan is het natuurlijk best wel link. Als je die te dicht bij jezelf zet, dan zou je nog zomaar eens als je een koele haarwip doet, dat hij ertussen komt. En nu zijn wij nieuwsgierig. Wat gebeurt er nou eigenlijk als je haar ertussen komt? Dat zeggen ze altijd, hè? Want je wilt telkens dichter bij die ventilator om het koeler en koeler te krijgen. Maar dan hoor je elke keer van achter. Pas op! Pas op! En dat gaan we dus uitzoeken. Ja, en jij gaat het uitzoeken. Nou, girls night, hè? Ja, echt, girls night. Kan jij mijn haar even vlechten, Gover? Doe ik daar naar jouw haar vlechten? Kan je dat eigenlijk wel? Nee. Wacht, ik ga hem nu gooien, ja? Er gebeurt gewoon niks. Er gebeurt helemaal niks. Oh, er zit iets vast. Oh, er zit iets vast. En nu? Nee, ja, niks gewoon. Die kap is echt briljant, want die beschermt gewoon je haar. Maar wat als die kap er niet op zit? Doe wat eruit doet. Ja, maar dat hoeft niet. Nee. Oh, kijk. Nu wordt het leuk. Ja, je wordt steeds beter hierin. Ja, oh, dit gaat helemaal mis. Ik voel het. Ik hoop het. En ik denk, oh, wat heb ik het waar. Dat ben je niks. Kachuli, ik ben er helemaal klaar mee. Die kap aan de achterkant gaat eraf. Oh, en dan komt die eraf. Ja, weg. 3, 2, 1. Nee, meer naar achter sweepen. Echt een sweep maken. Je snapt het. Oké. Sweep is. Ja! Hij stopt gewoon. Dit is het meest flauwe. Er is helemaal niks aan de hand. Ja, hij zit wel vast. Er is gewoon helemaal niks aan de hand. Maar de ventilator stopt gewoon. Ik had meer actie verwacht. Hoi dit. Kun je jezelf eruit trekken? Au, nee, maar je loopt... Au! Wat zou Jochem doen? Ja, finally! Ja! Kijk, en nu kan je schaar regelen. Oké, dit is niet wat je wil, hè? Dit is inderdaad niet wat je wil. Of doen we nu de echte crazy spin? Oké! Oh, shit! Wat kunnen we vooral zeggen na deze proef? Is dat het echt super moeilijk is met de veiligheidskap om je haar erin te laten zitten. Ja, dat lukt gewoon niet. Haal die kapper gewoon niet af en dan kun je zo dicht erop af als je wil. Fijne zomer. Ja. Ik denk dat het heel heet gaat worden.